Welkom alweer allemaal bij de 6e aflevering van God bestaat. In de vorige aflevering hebben we gezien dat de christelijke God de ware God is. En dit hebben we bewezen door verklaringen te geven voor het lege graf van Jezus. En hiermee hebben we aangetoond dat ook Jezus God is. In deze aflevering wil ik stilstaan bij mogelijke tegenargumenten tegen de verrijzenis of tegen het lege graf van Jezus. Atheïsten of wetenschappers die misschien een andere verklaring geven voor waarom de graf leeg was. In deze aflevering ga ik met jullie deze tegenargumenten doorlopen en ga ik jullie ook de manieren geven hoe we deze kunnen verdedigen. Het eerste tegenargument dat ik wil presenteren is dat de discipelen het lichaam van Jezus hebben gestolen. Het probleem met dit argument is dat de meeste volgelingen van Jezus Joden waren. En Joden, zij hadden geen motief om het lichaam te stelen, want het waren Joden en Joden kenden geen concept van de Messia die pijn zou lijden, die gekruisigd zou worden en vervolgens in de derde dag zou worden opstaan. En Jezus gaf wel aan, hè, zoals bijvoorbeeld in Marcus 8, 9 en 10, gaf Jezus wel aan van, hey, let op, ik ga dood en de derde dag zal ik opstaan. Maar de volgelingen van Jezus geloofden dat niet helemaal. Dus nogmaals, ze hadden geen motief überhaupt om het lichaam te stelen. En als ze wel geloofden dat Jezus uit de dood zou opstaan de derde dag, dan zouden zij ook niet, zoals in Marcus 14, 50 staat geschreven, en zij lieten hem alleen en vluchten allen. Dus als ze geloofden, zouden ze dat niet doen, want ze wisten van, oh, als hij de ware God is, dan staat hij op na de derde dag, wij hoeven niet te vrezen. Zij waren wel bang. Dus dat betekent dat zij niet geloofden dat Jezus, en dus ook geen motief hadden om het lichaam te stelen. Ook al zouden ze een motief hebben, en de Romeinen waren ook hiervan op de hoogte, of tenminste de Romeinen wisten of hoorden dat Jezus ooit heeft gezegd van, hey, let op, ik ga naar de derde dag opstaan. Dus de Romeinen zorgden er expres voor dat de discipelen het niet konden stelen. Zoals bijvoorbeeld in Matteüs 27, 64 staat, geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag. Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Wat deden dus de Romeinen om dit te voorkomen? De Romeinen plaatsten een grafsteen van meer dan 1300 kilo voor het graf samen met de zegel van de Romeinen. En wat betekent deze graf? Deze zegel op zo'n steen betekent eigenlijk van, hè, hier was de Romeinse keizer geweest of een afgevaardigde daarvan. En dit betekent dat als er iets zou gebeuren met de zegel of de grafsteen zou verplaatst worden, dat betekent dat de soldaten hard gestraft hiervoor zouden worden. Dus dat betekent dat de soldaten extra alert waren dat er niemand zou komen, anders zouden zij gestraft worden. Hè, op basis van deze informatie lijkt het me dan ook sterk dat er een paar bange discipelen, bange mensen die eigenlijk aan het vluchten waren, dan tussen soldaten heen een graf van 1300 kilo zouden verplaatsen. Dat lijkt mij niet logisch. Maar ook als ze dat zouden kunnen doen, waarom zouden ze dan de wikkel waar Jezus in lag achterlaten? Does not make sense. Een ander veel voorkomend tegenargument is dat de discipelen en de apostelen en de volgelingen van Jezus de verschijning van Jezus hallucineerden. Dit heet ook wel de hallucinatietheorie. Deze theorie houdt in eigenlijk dat je denkt iets te hebben gezien, maar dat helemaal niet hebt gezien. Echter, ook deze theorie kan niet kloppen, want Jezus is niet alleen aan één persoon verschenen. Nee, Jezus is aan meerdere personen verschenen. En niet één keer, maar aan meerdere keren. Hij is aan individuen verschenen, hij is aan groepen verschenen. Hij is niet op één moment verschenen, nee, over een langere periode is hij verschenen. En dat ontkracht weer de hallucinatietheorie. En stel, ze hallucineerden echt, dan zouden ze niet concluderen dat hij uit de dood is opgestaan, wat tevens ook is tegen de Joodse leer, maar dan zouden ze eerder concluderen dat hij naar de hemel is gegaan. Dus verschijningen van dode mensen is geen bewijs dat iemand nog leeft, maar meer dat iemand daadwerkelijk is gestorven en is heen gegaan. Weer een ander tegenargument die kan worden gebruikt tegen het verrijzenis en het Nieuwe Testament is dat het een legende is. Echter, ook dit kan weer niet kloppen. Waarom niet? Omdat het Nieuwe Testament is geschreven door ooggetuigenissen en ooggetuigenissen die plaats hebben gevonden tijdens het moment van Jezus of maanden na de gebeurtenis van de verrijzenis. En in de wetenschap geloven wij dat als iets geschreven is maanden nadat het is gebeurd, dan kunnen we dat aannemen als betrouwbaar, als valide. En tevens worden
de meeste legendes, of de meeste legendes die wij kennen, zijn meestal geschreven honderden en eeuwen later. Misschien zelfs duizenden jaren later. In dit geval is dat niet zo. Dus in dit geval kunnen we aannemen of kunnen we zeggen dat wat er in het Nieuwe Testament is, geen legende is of geen verzonnen verhaal. Want het is niet alleen door één persoon geschreven, maar ook door meerdere personen over verschillende tijd. En die tijd was heel dichtbij de persoon van Jezus zelf toen hij leefde. Een ander tegenargument is dat het lichaam van Jezus helemaal niet in een graf was. Ook dit klopt niet, want in 1968 is bewezen dat er inderdaad in de Romeinse tijd iemand werd begraven in een graf, net als die van Jezus. Ook weer een ander tegenargument is dat sommige mensen zeggen, maar Jezus was helemaal niet gestorven. Hij was net niet dood aan het kruis. Nou, als de Romeinen één ding konden doen en wisten heel goed te doen, is jou ervoor zorgen dat jij dood zou gaan. En niet alleen dat weten we, maar ook weten we dat er een wetenschappelijke Amerikaanse of meerdere wetenschappelijke Amerikaanse geneeskundige tijdschriften zijn geweest, die hebben verteld na hun onderzoek dat Jezus daadwerkelijk al aan het kruis, hè, voordat hij de speerslag kreeg, al was gestorven. En waarom zouden mensen zeggen van, hey, Jezus is niet gestorven? Nou, dat zouden ze zeggen, zodat hij, als hij niet was gestorven, dan kon hij net opstaan en dan kon hij die grafsteen wegleggen en dan deed hij zo alsof hij was verschenen. Maar nogmaals, los van het feit dat er is bewezen dat hij al dood was voor de speerslag, lijkt het ook niet logisch iemand die in zo'n situatie zit, na 3 dagen, zonder eten, zonder drinken, enige energie, een graf, steen van 1300 kilo, heeft verschoven en vervolgens door allerlei soldaten, Romeinse soldaten heen, is weggekomen. Ook die theorie klinkt niet helemaal logisch. En hiermee heb ik, zowel in de vorige aflevering als in deze aflevering, jullie een reeks van argumenten geven, maar ook tegenargumenten tegen de tegenargumenten geven, die bewijzen dat Jezus of de meest waarschijnlijke theorie van de lege graf, van de verschijning van Jezus, is dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Ik wil deze aflevering eindigen met de volgende 2 versen. De eerste uit Marcus 16:6. Wees niet bang, u zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. En de laatste, tot slot, Johannes 11, vers 25 en 26. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Dankjewel voor het kijken.